Dagen, zelfs weken leven ze er naartoe. Wat zullen ze allemaal krijgen op hun verjaardag? Waar gaat het jaarlijkse uitje met de hele klas naartoe? Wat stopt Sinterklaas in hun schoen? En hoe verloopt de wedstrijd aanstaande zaterdag? Kinderen kunnen niet wachten en tellen elke nacht ongeduldig af. Andere kinderen liggen ook wakker. Maar dan omdat ze hun verjaardag helemaal niet zullen vieren. Als enigen niet meegaan op schoolreis. Nooit iets krijgen op 5 december. En niet, zoals hun vriendjes, naar een sportclub kunnen. Simpelweg omdat er thuis geen geld voor is. Voor deze kinderen zijn die momenten waar iedereen naar uitkijkt juist iets om enorm tegenop te zien. Helaas komt dit verbazingwekkend veel voor in Nederland. 1 op de 12 kinderen groeit op in armoede. Dat zijn gemiddeld 2 kinderen per klas. Schaamte is een reden dat ouders niet snel ergens aankloppen met hun geldproblemen. De drempel is te hoog. Vaak weten zij ook niet dat ze in aanmerking komen voor hulp en waar ze die kunnen krijgen. In veel gevallen wordt er dan ook niets aan de problemen gedaan en zijn de kinderen hier uiteindelijk de dupe van. Kortom, er moet iets gebeuren. En gelukkig gebeurt er ook iets. De 4 goede doelen hebben de handen ineengeslagen onder de naam Samen voor alle kinderen. Op samenvooralle.nl kan iedereen eenvoudig voorzieningen aanvragen voor kinderen die in armoede opgroeien. De Vriendenloterij steunt dit geweldige initiatief. Een eerlijke kans voor alle kinderen in Nederland. Daar gaan we voor.